Mijn gast is Marjolein Meijers. Ze zit 30 jaar in het vak als, ja wat al niet, als zangeres, muzikante, actrice, theatermaker en liedjeschrijfster. Ze wil vooral doen wat ze zelf leuk vindt. Hoe staat deze geboren Rotterdamse in het leven? Daarover en meer ga ik met haar in gesprek. Welkom Marjolein. Geboren Rotterdamse. Ja. Hoe ben je dan in Dordrecht verzout geraakt? Achter liefde aan. Kijk, ja, altijd natuurlijk. Mooi. Ja, ja. Ik had, mijn lief woonde in Dordt, dus ik kon kiezen of een latte relatie beginnen, maar daar ben ik niet van. Je doet het samen, dus toen ben ik hier naar Dordt gekomen. En 11 jaar geleden alweer. 11 jaar Elf geleden. Jaar. En jij zegt 30 jaar. Het vak. Het vak. Nee, langer joh. Want ik leef dit jaar 40 jaar van de muziek. Maar ik zit, het klopt wel, ongeveer 30 jaar in theaters. Ja. Dat is waar. Oké, dus ik heb een beetje gelijk. Ja, je hebt zeker een beetje gelijk. Goed. Ja. Dat Rotterdamse, ik zat gisteravond nog naar een nummer van jou te luisteren. Dat heette Het Huis. Ja. Prachtig nummer over afscheid nemen van je ouderlijk huis. Alles nog eens achterom kijken, daar ben je opgegroeid. En dan zie ik ineens zo'n laatste zin, waar mijn kindertijd zo vreed begon. Ja. Ja. Dus jouw jeugd was wel bijzonder, denk ik dan. Ja, het huis gaat ook niet zozeer alleen over die spullen. Ieder voorbeeld wat ik noem in het lied, haakt aan iemand vast. Het is eigenlijk, zijn allemaal herinneringen aan mensen. Want ik heb het ook over een doosje. Ik ben op zoek naar dat ene doosje. Een speeldoosje van simpel hout dat een muziekje bij zich draagt. En dat was een doosje dat stond altijd bij mijn opa en oma. En zij zijn overleden toen was ik 7 jaar. Want ik ben echt een nakomertje. En dat muziekje ben ik altijd naar op zoek gebleven. Het zijn allemaal herinneringen die erin zitten. Eigenlijk niet zozeer de dingen zelf, maar het gaat allemaal over mensen. Dus wat je noemt, hè, ja. Van de trottoirtegel. Ja. En zo kwam ik dus ook mezelf tegen. Dus het laatste beeld is waar mijn jeugd zo wreed begon, zing ik. Nou, ik weet het even niet meer zo precies. Exact, ja. Nou, en dat is zo. Ja, ik heb geen leuke jeugd gehad. Want? Ja. Zonder er nou direct een dramaverhaal van te maken. Laten we zeggen, als ik het netjes zeg, mijn ouders waren met iets anders bezig dan met mij, dan met kinderen. Dus ik ben behoorlijk, zou kunnen zeggen, alleen gelaten, verwaarloosd. Mm-hmm. En je was nakomertje, zeg je? Ja, ik was de jongste. Hoeveel scheelde je met? Mijn oudste broer, die was 16 jaar ouder, hij leeft niet meer, maar het is nog steeds mijn oudste broer. En dan heb ik een broertje, die is 14 jaar ouder en een zus, die is 12 jaar ouder. En dan een broertje, die is 3 jaar ouder. Dus wij zijn alle twee van de tweede leg. Van de tweede leg. Dus je moeder had een tweede leg? Dezelfde man, maar er zat een tijd tussen? Die tijd zat ertussen. Dat is trouwens ook wel een... Je hebt tegenwoordig wel eens over de tweede leg. Maar dat je ook een tweede leg kan hebben binnen een relatie, kan natuurlijk ook. Dus, ja, klopt. Dus in die zin zat je wel in een vrouwstrevend gezin weer. Ja, ik heb geen idee waarom dat was. Ja. Ik weet, dat heb ik ook eigenlijk nooit aan mijn moeder gevraagd, waarom er opeens nog twee moesten komen. Ik weet wel dat ze het zelf raar vonden toen mijn broertje geboren was. Ze hadden zoiets van, nou, er moet er nog één of zo, geloof ik. Mm-hmm. Maar het is ook te lang geleden om dat terug te halen in mijn herinnering hoe dat was. Maar het is ook zo dat mijn moeder altijd zei, zij is blij en happy, gelukkig geweest tot 1957 en ik ben in 1958 geboren, dus dat was een soort jaar waarin het iets gebeurde. Van jammer, ja. Dat haar leven op de kop werd gezet of zo. Volgens mij, toen had mijn vader het ook niet meer naar zijn zin en achteraf bleek dat hij volgens mij al 5 jaar lang een relatie met een ander had. En dat zal in huis allemaal wel voelbaar geweest zijn natuurlijk, het was ook gewoon geen leuke man. Je vader was geen leuke man? Ja, mijn vader was een Duitse Jood en ik denk dat hij gewoon met heel veel complexen in zijn hoofd zat. Maar hij was heel, heel wreed. Hij was, hij had losse handen. En die ouderen hebben er aardig onder geleden. En ik niet hoor. Maar ik heb er onder geleden. Hij zou ook iets met de oorlog, denk ik dan, Duitse Jood. Hij is gevlucht. Ze woonde in Pruisen. Wat nu Midden-Polen is. Neustettin. En dat heet nu zoiets. Iets met heel veel medeklinkers. En mijn vader was al gevlucht, die zat in Rotterdam. En mijn opa, de rest van de familie is eigenlijk allemaal vermoord. En
Mijn oma was de Duitse, mijn opa was een Jodenman. En mijn oma die is met twee dochters en daar de kinderen van, kleinkinderen, zijn ze gaan lopen vanaf midden Polen tot Scheveningen. Ze konden niet verder. Lopend? Daar was het water wel zeker, ja. Die zijn in delen, in stukken, maar die zijn wandelend. Want dat was het eind van de oorlog. Toen kwamen de Russen, die kwamen er nog eens een keer vierkant overheen. Dus toen zijn heel veel mensen gevlucht vanuit... Dus jouw vader is eigenlijk vanuit Polen naar Nederland gekomen, ja. Begrijp ik dan. Ja. Daar heb je waarschijnlijk je moeder tegengekomen. Pruisen, ja. En op die manier... Al voor de oorlog hoor, want dat was, volgens mij was dat een beetje in de AJC-tijd. En dat ze allemaal met de fiets vakantie gingen ze... jongeren en zo, dat, ja. Zomerkampen. En volgens mij was er nog niks aan de hand. En mijn vader deed dat volgens mij ook. En toen, zo hebben ze elkaar ontmoet, geloof ik. En wat was jij eigenlijk voor kind? Ik denk, want muziek, ik associeer jou ook meteen met muziek. En, Nou, eigenlijk precies zoals ik nu ben, volgens mij. Ik ben gewoon helemaal niet veranderd. Ik ben ouder geworden. Ja. Ik was heel gedreven. Ik wilde per se muziek maken. Want muziek, omdat het thuis niet zo leuk was, werd echt mijn ontsnapping. Het werd echt mijn vlucht. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Ik heb een van mijn broertjes, mijn ene oudste broer, die speelde gitaar. Dus dat hoorde ik. Dat vond ik heel erg leuk. En er werd thuis wel naar muziek geluisterd, maar een beetje meer cabaret, meer Wim Sonneveld en Toon Hermans. Tijd was dat dan, de Wim Kan. En ik geloof dat ik Wim Sonneveld wel heel erg mooi vond. Jij bent ook Beatles, Stones, popmuziek, Elvis Presley. Kwam dat niet zo binnen bij je thuis? Nee, nou, het kwam niet zo binnen bij mij. Volgens mij. Ik heb wel Beatles, ik vond het prachtig. Ik was veel meer, ik was van de Beatles, niet van de Stones. Ik was van de Beatles. Want je hebt ook een voorstand van Beatles, Stones. Ja, dus dat is van Jan Rot. Ja. Dat is Jan Rot. Ja. Maar, van de Beatles. Ik was van de Beatles. Maar dat is mij eigenlijk, tuurlijk, ik draaide dat wel en ik hoorde het wel, kocht er wel singeltjes van. Maar dat is nou niet echt per se iets geweest dat helemaal was. En dat heb ik eigenlijk nooit helemaal gehad. Hoor. Eén ding, één stijl, één richting. Ik vind het heel moeilijk want om bent, te kiezen, want ik vind het zoveel mooi. Ik heb een klassieke gitaaropleiding gedaan. Ja. Echt van conservatorium ook? Ja. En gewoon afgemaakt. Afgemaakt. Je bent gewoon een gitaarjuf, ja zeker. Dus je had in een klassiek concert kunnen zitten? Of klassieke concert. Orkest. Een orkest kunnen zitten. Ja, met klassiek gitaar niet. Nee? Nee, want klassiek gitaar heb je niet zo snel een plek. Dan ben je of solist of je bent gewoon, je geeft les. Want daartussenin zit niet zo gek veel. Dus ik ben ook vrij snel, je moet dus of steengoed zijn. Want er is maar heel weinig plek. En als je heel goed viool speelt, dan kun je naar een orkest. En dan kan je ook nog de eerste violist worden of zo, weet je wel. Er zijn natuurlijk heel veel, met gitaar heb je dat niet. Een gitaarorkest. Maar hoe is het gegaan? Je was kind. Ja. Een van je broers speelt gitaar. Ja. Hoe is dat met jou gegaan? Nou, ik vond muziek verschrikkelijk mooi. En ik luisterde wel naar het cocktailtrio. Soep met speltjes. En wat er toen gebeurde was, mijn moeder die was er gewoon niet. Ja, ze was er wel, maar ze lag altijd in bed. Die was gewoon niet, ze was er niet klaar. En ik kwam dan uit school en ik wilde niet in mijn eentje thuis rondhangen. En ging ik naar mijn tante Katrien. Dat was geen echte tante, maar zij woonde 3 of 4 deuren verderop. En daar ging ik naar binnen. Dat was al vanaf de kleuterschool, heb ik het nu over. 5 jaar was ik. En dan wandelde ik, dus ik wandelde zelf naar huis. En dan ging ik bij tante Katrien langs en die had een hele mooie woonkamer. Nou, met zo'n L-vorm. Zij woonde op de hoek, dus zij had een L-vorm. We hadden een rechthuis, maar bij haar liep het klein bochtje om. En in die hoek stond een piano en een orgel. En er lag een viool en er stonden gitaren. Want ze had 2 zonen en die speelden alle 2, maakten alle 2 muziek. Gewoon voor de lol. En toen dan zei zij, nou, je gaat maar spelen, je mag overal aanzitten. Dus dat deed ik. Behalve aan de viool, daar mocht ik niet aanzitten, was ik te klein voor. Dus dan zat ik, en ik vond het fantastisch. En ik kon er ook gelijk geluid uithalen uit dingen en melodietjes. Dat vind ik ongelooflijk. Dat je meteen melodietjes kan spelen zonder dat je ooit les hebt gehad. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is als je muzikaal bent, dan kan je dat gewoon. Zit in je genen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dus kijk nou maar eens op YouTube. Je ziet soms kinderen dat je denkt, nou, kinderen van 4 die al zo piano spelen. Ja, of het is een reïncarnatie. Of weet je wel, ik zou er van alles bij kunnen bedenken. Als je daarin gelooft. Maar soms denk ik wel eens van, nou, als dit niet een eerder leven is geweest, dan is het dus bijna raar, weet je, dat iemand al zo goed is.
Ja, maar ook dat je, ja. Ik vind het vanuit mijn beeld raar dat je zomaar even makkelijk, want je hebt ook mensen, daar ben ik er één geloof van, aan de noten vastzitten met muziek. En je hebt notenspelers en je hebt die vrij uit kunnen improviseren. Ik merkte dat op het conservatorium dat mensen die, ik weet niet of dat waar is, maar mensen die meer taalgevoelig zijn, dat die veel makkelijker muziek kunnen onthouden. Omdat muziek, vind ik, een taal is. Muziek is gewoon een taal. En mensen die echt heel erg wiskundig, meer op wiskunde, dus alfabetten, daarmee opgericht zijn, die zijn vaak veel beter in het blad lezen en kunnen dat heel snel. Daar was ik minder goed in. Maar die krijgen het slechter uit hun hoofd geleerd. Het is gewoon een ander dingetje. Een ander plekje in je hersens waar het zit. Dus wat je inderdaad muziek, mensen die muziek maken en samen jammen, improviseren, kijken naar elkaar en snappen die taal. Absoluut. Kan jij zonder met mensen te oefenen vrij snel al samenspelen? Ja. Dat is dus die taal. Absoluut. En het gaat over alle grenzen. Want als ik kom in de zomer, afgelopen zomer in Frankrijk, hebben we Franse vrienden die ook, dat zijn muzikanten en er zit een Roemeense vrouw weer bij. Spreekt al vloeiend Frans natuurlijk, nou ik niet. En wij maken muziek samen, we doen ook optredens met elkaar. Dan hoeven we echt elkaar niet verbaal altijd te begrijpen, maar spelen dat kan altijd. Want je hebt zelfs, las ik, je hebt een Wikipedia pagina heb jij, hè? Dat is heel wat, hè? Dus als je op internet zoekt, wiki, dan kom je bij jou terecht. Dan zag ik staan dat je bassiste bent geweest bij het Russisch Staatscircus. Ja. Hoe is dat bijvoorbeeld gegaan? Nou, dat is het verloop van het verhaal. Dat is wel grappig, want ik speelde dus gitaar, klassiek gitaar. Maar met klassiek gitaar, hadden we het net over, kan je niet in een orkest komen. Dus wat je kan worden is les, je geeft les. En dat is ook leuk, heb ik ook een tijdje gedaan. Maar als je wil spelen, dan kan je dat met gitaar niet. En een hele logische stap is dat je bas gaat spelen. Heel veel gitaristen gaan bas spelen. Want ik zei altijd, op bas zitten 4 snaren en gitaar 6. Dat zijn er 2 minder, dus dan kan ik het ook. Bovendien zijn het de laagste 4 snaren van de gitaar. Dus ik werd gevraagd. Simpel. Ja, ik werd gevraagd, dus had ik net het tweede jaar conservatorium, door een vriendin van mij. Die zei, ik heb een damesorkest, een small big band. Wil je meedoen als bassist? Want we hebben geen bassist. Toen zei ik, ja, dat is goed. Natuurlijk, ik denk, nou, dat kan ik vast. Dus ik ging er naartoe en gelukkig was ik een uur te vroeg. Want je hebt in die, als je gitaar speelt, speel je in de G-sleutel. En dat betekent dat het onderste lijntje van die 5 balkjes, van die notenbalken, dat is de noot G. Maar met de bas speel je in een F-sleutel. En dat betekent dat het ene onderste lijntje is helemaal geen G. Dus het verschuift allemaal. Ja. Dat moet je dan maar net weten. Ander notensysteem. Ander notensysteem. Ja. Dus toen dacht ik, dat kan ik niet in één keer zo lezen. En toen ben ik heel snel, want ik was een uur te vroeg, heb ik overal mijn notennamen ondergeschreven en heb ik mee zitten spelen. Uiteindelijk toen al die... En dat ging? En dat lukte. Ik kon, ze had het niet eens gemerkt. Dus daarmee aangetoond hoe slecht het orkest was, dat ze dat niet eens merkte. Dat ze dat niet eens merkte. Maar het was hartstikke leuk. Zo is jouw... En toen ben ik bas gaan spelen en de echtgenoot van dat vriendinnetje van mij, die was drummer, die was big band drummer en dat is die nog steeds, Anton Burger. En die werd vaak gevraagd, want die speelde in circus ook, ook met als slagwerker. En die had ook nog een hobbybandje, dat was een Dixieland-band. En daar liet hij iedereen iets anders spelen dan waar hij goed in was, om te oefenen. Leuk, dus ik speelde daar af en toe bas mee, want dat speelde ik nog niet. En ik was een soort invalbassist bij hem. En toen zei hij, als je het nou echt wil leren, als je nou echt een soort snel cursus wil hebben in, sneltrein cursus in leren spelen, bas spelen, dan moet je met me meegaan naar het Russisch Circus. Want ik ben bezig met het samenstellen voor het orkest, de helft. Want de helft, dat waren toen de arbeidsovereenkomsten, dat moesten Russen zijn. Mm. En de helft Nederlanders. En voor de rest waren het alleen maar Russen om ons heen. Dus toen zei hij, nou als je wil, ga mee. Dan word jij de bassist. Ik zei, nou dat is goed. Ik werd echt gewoon... Ik speelde nog maar, ja, echt, maar ook vanaf de hoge duikplanken diepe ingegooid. Ik zat echt... Want Russisch Staatscircus heeft wel een naam volgens mij. Ja, natuurlijk. Het was een big band... Waar echt een big band, waar zaten de trompetisten in. Nou, een van de jongens die is daarna werd die onderdirecteur op het conservatorium. Het zijn allemaal topmuzikanten. En ik zat daar te klungelen met mijn basgitaar. Maar goed, het waren noten. Dus, en je doet het dan gewoon. Dat is wel volgens mij ook een lijn in jouw bestaan, dat je ook dingen wel durft te doen. Ja, dus als je vraagt, hoe was je als kind? Nou zo, en als kleinkind ook al. Ik deed het gewoon. Je deed het gewoon? Ik deed het gewoon. Je hebt zelfs je eigen doop geregeld. Ja.
heb je me verteld. Dat is natuurlijk ook zo'n bijzonder verhaal. Ik bedoel, de meeste kinderen krijgen dat via hun ouders wel of niet mee. Maar jij hebt dat zelf geregeld. Ja, ik kwam erachter dat ik heb maar één naam. Ik heet alleen maar Marjolein. Jammer. En dat vond ik dus jammer. En toen kwam ik ook nog eens een keer een buurmeisje tegen op een zondag. Op een zondagmiddag. Die kwam naar buiten en die had een prachtig wit jurkje aan. Ja, bij ons was er niet zo gek veel, dus een wit jurkje. Dat was al helemaal niet, want ik droeg vaak de afdragertjes af, dingen van mijn moeder. En oude truien en zo, maar goed. Maar die witte jurk vond ik fantastisch. En toen zei ze, ja, ze waren katholiek. Zij ging de heilige communie doen. Ik heb geen idee wat dat was. Ik had geen idee. En nog niet eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar goed, ik word vast wel een keer bij gepraat door iemand. Na deze uitzending. Ik vond het heel intrigerend, want ze zag er prachtig uit ineens. Dus toen ben ik naar mijn moeder gegaan. En want zij zei van, oh, heb jij dat dan niet? Nou, dan was ik pas 7 jaar. Nee, dat doen wij niet, geloof ik. Dus ik naar mijn moeder. Ik zei, ik wil ook, want dan zou ze een schaapje van God worden, zei ze. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook wel. Want straks is iedereen daar en dan sta ik hier. En, of ik sta bij het verkeerde hek. Ja, ik wil ook schaapje van God. Maar goed, als dorst van schapenkop. Maar goed, dat is iets anders. Ja, is weer wat anders. Ja. Maar als ik naar school liep, dan liep ik langs een kerk. En dat was de Goede Herderkerk. Die stond dus een soort klein eilandje. In Schiebroek, waar ik woonde, dat was buitenwijk van Rotterdam dus. En toen ben ik op een dag, dacht ik, nou, ik ga dat gewoon vragen. Dat was de enige kerk die ik kende, want daar liep ik altijd langs. Dus ik ben daar gewoon aan gaan bellen. En toen deed er een man open en ik zei, nou, ik wil ook een schaapje van God worden. Dus die was denk ik wel best wel verbijsterd. Maar goed, hij... Je was 7 jaar? Ja. En hij is toen, vroeg hij waar ik woonde. Dus ik zei, nou, daar. Een straat verder. En welk nummer nou? Dus is hij daar naartoe gegaan en trof mijn moeder en hij zei, ja, uw dochter kwam en die wilde een schaapje van God. Nou, zei mijn moeder, dat moet ze zelf weten. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Als zij dat wil, dan moet ze dat maar doen. Ik zei, nou, oké. Dus zei die man, nou, en nou ja, zo geschiedde. Een paar weken later. Ik moest nog even met hem praten en ik weet niet meer waar het allemaal over ging. Maar... Toen werd ik gedoopt op een zondag samen. En er was nog een jongetje. Die moest heel erg huilen. Maar die was ook nog wel een baby hoor. Hans heette die. En dat vond ik wel mooi. Want eigenlijk die Hansen. Er zijn altijd Hansen heel mijn leven bij mij. In mijn buurt geweest. Ja? Dat werd altijd. Ja. Mijn oude maatje Hans van de Berinis. Ja, heel veel Hansen. Ja. Maar dat begon dus met die kleine Hans. Ja. En mijn moeder zat toen heel stiekem toch een traantje weg te pinken achter in de kerk. Ja, was toch kijken. Toch gekomen. Mooi. Ja, mooi. Toch gekomen. Maar zelf geregeld dus. Ja. We blijven even bij de muziek. Jouw favoriete fragment. Je hebt een dvd meegenomen. We kunnen een heel klein stukje ook kijken. Kun je er iets over zeggen waar we naar gaan kijken? Het is een project van de Coen Brothers. Dat zijn filmmakers. Die hadden een prachtige film gemaakt over de muziekscene in de 60 jaren. Dus dat de folk opkwam. Ja. En de muziek in die film wordt gemaakt door fantastische muzikanten. Dat zijn allemaal jongens uit deze tijd. En met die muzikanten heeft T-Bone Burnett, en dat is een hele beroemde producer, echt, die heeft de grootste, mooiste muziekproducties gedaan die je maar kunt voorstellen. T-Bone Burnett is een hele grote jongen. Die heeft dus met die muzikanten uit die film, daar heeft hij een geweldig concert mee geregeld. Welke tijd? Jaren 60 zei je? Ja, maar dit is van nu. Dus dit is wat je nu ziet is van nu. En dat zijn allemaal topmuzikanten die elkaar ontmoeten in de kleedkamer. Daar zie je eigenlijk waar jij het net over had. Ze hebben nog nooit samen gespeeld, maar ze gaan samen dingen doen. En dan loopt dat door. Daarna dan zie je een stukje van het concert. Het is een hele grote, in New York, een hele grote music hall. En wanneer ongeveer was dat concert? Welk jaar zitten we ongeveer? Nou, 2 jaar terug. Drie jaar terug of zoiets, denk ik. Dat is niet zo oud. Gaan we een stukje even zien. Ja. I remember one evening in the pouring rain. And in my heart was an aching pain. Fairly well. I think that was part of the power of the folk movement in the early 60s was that all of a sudden, downtown New York was America's campfire. Ja, het is, en ik ben er ook gek op, omdat het allemaal hele mooie instrumenten zijn. Het is allemaal akoestisch.
Ja. Het zijn allemaal echte instrumenten. En ik weet nog dat Bob Dylan in die tijd ging voor de pauze akoestisch, daarna elektrisch. En die kreeg een heleboel boegeroep over zich heen. Maar die doorbrak de code in de folkmuziek. Ja. Jij bent altijd akoestisch gebleven. Ja. Ja. Ja, en ik heb er eigenlijk nooit gestoord aan wat dan moest of dat dan zo hoorde. Vaak, ik weet het, dat wist ik niet eens eigenlijk. Ja. Want ik kwam door Walter, door mijn man, kwam ik met die folk in aanraking. En ik heb altijd gewoon dingen gedaan. En achteraf bleek het een stijl of een stroming te zijn. Ja, weet ik veel. Ja. Van klassiek weet ik het wel. Ja. Maar van folk, ja, ik maak gewoon muziek en ik maak liedjes. Ja. En dat wordt geïnstrumenteerd. Dus die jongens, en dan werken met die muzikanten. Nou, die nemen hun instrumenten mee. En die gaan dan spelen. En op een gegeven moment zeiden ze, ja, het is wel leuk. Want met jou spelen kunnen we eindelijk weer gewoon legitiem folkmuziek maken. Want folk heeft een beetje een... Ja, het heeft een beetje een smet, weet je wel. Of een smet, het is dan een geitharen sok, het is oudbollig. Het is, dat hoort niet. Je mag het niet folk noemen en zo. Terwijl, ja... Voor jou is het de muziek. Het boeit me niet. Nee, dat het wat mensen daarvan vinden. Ja, ja, ja. Het is gewoon mooie muziek. Ja, en hoe het dan ook heet en wat het dan ook mag zijn. Dat maakt me echt helemaal niet uit. Want muziek is een rode draad, hè, in gewoon jouw 40-jarige leven als... Het is andersom. Mijn leven is de rode draad in mijn muziek. Oh, ja. Het is absoluut omgekeerd. Ja. Zonder muziek ga ik gewoon dood. Ja, ja, ja. En dat klinkt heel overdreven, maar ik meen het echt. Ik meen het. Zonder muziek, ik kan ervan gaan huilen als je het zegt. Weet je dat? Ja. Zonder muziek is er gewoon geen leven. Dus dat is ook een van de redenen dat ik vind, weet je, de uitspraak over linkse hobby's. Dat heeft me zo ongelooflijk gekwetst. Rondom die cultuursubsidie. Dat heeft me zo gekwetst. Echt, daar kan ik echt van gaan huilen. Dat vind ik verschrikkelijk. Want ik neem altijd, als ik het aan mensen probeer uit te leggen die niet zo van cultuur zijn, en dat hoef ik jou dus niet uit te leggen, maar als ik dat aan mensen moet uitleggen, dan zeg ik, joh, kan je je onlangs nog herinneren dat we de kroning kregen van Willem en Alexander? Kan je herinneren hoe die dag eruit zag op televisie? Ik heb het gezien. Iedere seconde werd gevuld met muziek. Misschien alleen het uitspreken van het ja-woord of wat het ook alweer was, niet. Maar de hele dag. Weet je, hoe belangrijk is muziek? Er is niks. Het leven zonder muziek bestaat gewoon voor mij helemaal niet. Het wordt saai en koud en kil. En sowieso kunst, weet je wel. Kunst geeft kleur aan het leven. En dus kunst zorgt ervoor. En muziek, dat het leven wat er gewoon is, dat het sjeuk krijgt. Ja, ja, ja. Zonder kunst zouden ze bij de blokken ook niet leuke vaasjes en dingetjes hebben wat mensen allemaal kunnen neerzetten en wat allemaal voortkomt uit design en kunst. Ja. En, nou ja, we zitten in een omgeving waarin de historische context en kunst aanwezig is. Kunst en ambacht, dat is waar het leven om draait natuurlijk. En is jouw vak een ambacht? Oh ja, tuurlijk. Ik veel meer ambacht dan kunst, vind ik. Mm-hmm. Het is gewoon hard werken. Mm. Gisteravond kwamen we thuis, we hadden een weekendje vrij. Nou, je hebt toch pas je laatste première net, dus de eerste, ja. En dus gisteren dachten we, nou, een dagje vrij. Van even, ik ben hartstikke moe. Eventjes uitblazen, dus we zijn even lekker gaan eten. En dan gaan we daarna op de bank en dan gaan we een filmpje kijken. Nee hoor, dan eindigen we beneden in de werkkamer. En dan zitten we gewoon weer muziek te maken tot 2 uur 's nachts, weet je. Ja. Ik denk van, ja, dat is toch eigenlijk het fijnste wat er is. Over je laatste voorstelling. We gaan even de wereld daardoor een momentje inlassen. Ja. Waarom mogen mensen jouw voorstelling gewoon niet missen? Lust heet die, hè? Lust. Vertel, waarom? Ja, waarom mogen ze niet missen? Dan moet je bij geweest zijn. Ja. Marjolein. Ze mogen hem van mij wel missen, maar ik vind het niet slim. Nee, niet slim. Nee, het is gewoon heel leuk. Het zijn leuke vertellen verhalen. Waar het over gaat. Ja. Er zitten herkenbare gevoelens in. Het gaat over... Ja, het zijn allemaal verschillende onderwerpen. Het gaat over ouder worden, bijvoorbeeld over een echtpaar die altijd heel simpel leeft en doet. En plotseling, die man gaat met pensioen en dan mogen ze een cruise gaan maken. En het lijkt allemaal heel leuk en woest, maar eigenlijk die vrouw, de echtgenote, die kan het helemaal niet aan. En dat gaat helemaal niet goed. Maar het is leuk, het is herkenbaar, het is grappig en het is mooi geschreven. De verhalen worden geschreven door Daphne de Bruin. Ik maak de muziek, ik schrijf de liedjes en de teksten van de liedjes. Maar ik vind het mooi. Het is ook bijna literair. Dus maar het is ook herkenbaar. In de brede zin over lust. Ja, en het gaat over familie eigenlijk. Het is, de titel was Lust, maar 1,5 jaar later was de voorstelling er pas, of 1 jaar later. Ja. Dus eigenlijk gaat het over familie, familieverhalen, gekke... Want hoe schrijf je eigenlijk, hoe gaat dat bij jou, teksten schrijven? Want wat ik gezien heb van jou, heel persoonsgericht eigenlijk. Ja.
Hoe werkt dat? Zit jij echt voor of komt het binnen? Ik heb mijn eigen onderwerpen. En dat, ja, je ziet dingen en je ziet, oh, dat zijn mooie onderwerpen. Of je hoort liedjes van anderen en denkt, goh, dat is een mooi onderwerp. En dan ga ik met dat onderwerp aan de slag, want wat doet dat bij mij? Wat maakt dat bij mij los? Je maakt altijd de vertaling naar jezelf? Altijd. Echt altijd, ja. Het is nooit nee, het heeft altijd met mezelf te maken. Ja. En zo gaat het. En zo ben ik ook met lust bezig geweest. Dan heb ik de onderwerpen die ik mooi vind. En dan praat ik met Daphne de Bruin, die verhalen schrijft. En dan gaat zij daar mee, nou ja, mee verder. En dan wordt dat een samenspel en dan dat wordt een programma. En je hebt ik heb ook een muziekprogramma. Hè? Ja? Dat is een maand geleden in première gegaan. Dat is weer heel anders. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind dat die verhalen is wel leuk, maar die muziek is veel leuker. Nou, dat kan ook. Dan kan je naar mij toe, naar muziek. Ja. Het heet muziek, met een uitroepteken. Kan ook. En dat verandert steeds in de loop der jaren. Dat vind ik leuk, want dat begon ooit met Brien, is natuurlijk rock'n'roll. Maar dat is nu, het is echt Iers, omdat mijn muzikanten echt uit de Ierse muziek komen en Cajun. Maar ook steeds meer Balkan. En eigen liedjes natuurlijk, Nederlandstalig. Het is heel gevarieerd. Je speelt zelfs viool, wat je ook zomaar even erbij geleerd hebt, gewoon gedaan. Ja. Zoals dat bij jou gaat. Nou, heb je in Dordt het eruit gedaan van Lust? Nou, als het in Dordt lukt... Première, sorry. Als het in Dordt lukt, lukt het overal, hè? Dat weet je. Is dat zo? Zeggen ze. Ervaar je dat zo? Wordt wel eens gezegd dat Dordtse publiek niet gauw erg enthousiast op de banken staat. Dat is waar, maar dat is echt niet alleen Dordt. Dat is echt niet alleen Dordt. Dat valt weer mee. Ja, het is, dat heb je bijvoorbeeld in Brabant heel veel. Mensen denken, oh, Brabant is juist heel gezellig. Nee, Brabant zijn mensen vaak juist wat verlegener. En het wordt na de pauze gezelliger, want dan zit er een biertje in. En dat is ook prima. Okay. En dat gaat heel goed. Friesland lijken de mensen stug, maar dat is niet waar. Die kijken 3 minuten en denken ze, dit vind ik leuk. Boom, en dan gaan ze met je mee. Zo heeft echt in dit land, als je over cultuur hebt... Overal anders. Overal. Ja, en dus wat je hier meemaakt in Dordt, ach, dat heb je op heel veel plekken. En dat, ik vond het wel meevallen. Ja. Mooi. Ja, ik vond het wel meevallen. Ja, mooi. Het klinkt een beetje Dordt. Je favoriete plek in Dordt? Wat is dat water. Voor jou? Water? Altijd, ja. Ja? Water is mijn ding. Ja? Ja. En hoe komt dat? Ik heb 15 jaar ongeveer, 14, 15 jaar per schip gewoond, voordat ik hier in Dordt woonde. Een woonboot? Nee, het is echt een schip. Echt een oud bedrijfsvaartuig. Ja. 32 meter, met een mooie 2-cilinder brons erin. En een varend historisch ding. Hier in Dordt zouden ze er trots op zijn dat het schip hier zou liggen. Ja, het is een beeldschoon schip. Maar waar lag dat Nieuwekerk aan de IJssel. Tegenover Ouderkerk, het heet eigenlijk dichter bij Capelle. Hitland. Ja, waar kan je als muzikant beter wonen dan in Hitland, hè? Maar ja, goed, daar ben ik nou weg. Daar ben je weg, goed. Maar dat is waarom je het water... En het maakt in Dordrecht niet uit eigenlijk, is gewoon... Nou ja, als ik... Want wij hebben havens, of ja, toch? Havens. Ja, ik kom uit Rotterdam, kom mee. Toen ik in Rotterdam kwam, Dordt kwam wonen, heb ik echt een jaar lang heimwee gehad naar de plek waar ik vandaan kwam. Omdat, ik kwam iedere ochtend kwam ik naar buiten. Ik leefde veel meer buiten. Die plek waar ik woon is heel erg buiten. Dus dat miste ik. Ja. Dus ik liep hier s'avonds gewoon huilend hier langs de havens. En dan keek ik naar die scheepjes. Dus die havens hier, haventjes. Dus dat is hartstikke nostalgie ook. Ja, zeker hier zo bij de Kuipershaven. Ja. Dat is prachtig. Ja, mooi. Mooi prachtig, gewoon. Prachtige plek. Ja. Mooi, hè, Dordrecht, toch? Toch? Het is hartstikke mooi, tuurlijk. Ja, dat willen we even gehoord hebben. Ja. Nee, niet toch. Het is mooi. Kijk. Ja. Soms ligt je hart ergens anders. Dan moet je even wennen. Ja. En dan heb je je loopie, weet je wel. Ik heb er wel eens niet over. Ben je gewend? Loopie kwijt. Ben je gewend? Ja, ik ben wel gewend. Een ingeburgerd is wat anders, want ik heb één hele erge lastige kwaal. En dat is, ik herken mensen bijna nooit. Ik heb een heel slecht geheugen voor gezichten. Dus het zou kunnen zijn zomaar... dat ik hier best veel meer mensen ken en vrienden heb dan ik me bewust ben. Ja, dat is gewoon zo. Dan zeggen mensen, ik kwam hier naar binnen lopen en zeggen, Marjolein. Dan zeg ik, Nou, ik denk, ik heb echt geen idee wie dat is. Ik heb geen idee. Dus, schiet mij maar lek. Dus mensen kunnen zich regelmatig aan jou voorstellen. Ja, als ik jou nu morgen op straat tegenkom, denk ik dat ik het wel weet. Maar over een half jaar denk ik, wie was dat ook alweer? Dus je moet me gewoon, als je mij op straat tegenkomt, en dat zeg ik dan maar even voor iedereen. Als je mij op straat tegenkomt. Zeg gewoon even van, ik ben van, want dan weet jij het weer. En dan denk ik, tuurlijk. Ik heb dat gewoon niet, dat mooi. Geheugen. Nou, na dit gesprek, wat op YouTube ook verschijnt, is iedereen jou in ieder geval niet vergeten. Goed. Bedankt voor dit gesprek. Mooi. En we zitten in december, dus dat betekent, wij hebben nu zo'n gesprek dat ik iedereen gun om aan de keukentafel of waar dan ook in huis deze maand mooie gesprekken met elkaar te hebben. Want daar past toch deze periode van het jaar fantastisch bij, wat naar binnen gekeerd.
één keer naar buiten de Elfstedentocht te doen en verder gewoon lekker binnen bij de kachel. En, mooi gesprek voeren met elkaar. Goed plan. Dankjewel.